liefde dreigt dat goed te gaan, komt de politiek verstieren. Plank tegen plank, dat zijn de antipieten. Die ezels van het links, dat zijn de grootste groep. Twee Marokkaanse burgemeesters in een land is nog geen invloed. Wederzijds respect, alles ging goed. Iedereen die zijn geloof uitoefent, komt iemand met gebedsoproep. En terug is die onderlinge haat. En de beschaving is er ver te zoeken. Het zijn een paar dwazen die dit veroorzaken. Als je de wereld ziet als een land, is Nederland een gekhuis in het land. En daarbuiten zijn ze normaal, dat is het buitenland. Ik vertel mijn vrienden daar wel eens over linkse politici die protesteren in de gekleurde boerka's. Twee vliegen in één klap tegen de boerkawet. En namens die lui van de LGBTQRZ. En zo van wat doen ze nou allemaal in Nederland? En linkse media maakt van transgenders idolen. Ze maken zichzelf kapot en hebben jonge volgers. Dat is je helpt niet en bemoedigen helpt niet. Wat dacht je van therapie, medicatie? Een ziek jongetje ontbouwt naar vrouw is geen behandeling. Maar verdienmodel misschien. In de tussentijd zitten zieke mensen te wachten op een operatie. Weet je, geef ze allebei de hulp die ze verdienen. Mijn slavernij was super lijp. Maar moeten mensen die het niet hebben gedaan aan mensen die niks hebben meegemaakt een excuses aanbieden? Wilders moet af en toe zijn ei kwijt over Marokkanen. Super lullig, links wil ons allemaal kapot maken. Links runt Nederland en het is niet vreemd. Ze zijn manipulatief en er wordt altijd geframed.